We zijn hier vanavond in Bergijk bij de Ladies Night. Ieder jaar op de eerste vrijdag van september komen zo'n 2500 dames hier uit de omgeving naar deze markt toe, georganiseerd door de gemeente Bergijk. Diverse ondernemers hier uit de omgeving bieden hun producten aan in allerlei kraampjes. En het is al een heel gezellige boel, zoals u achter mij kunt zien. Inmiddels is er al een kameel over de markt gelopen, dus het belooft een bijzondere avond te worden. Laten we eens een kijkje gaan nemen. We staan hier naast Sjeik Niek, een van de organisatoren van deze avond. Sjeik, wat zou u nog meer kunnen vertellen over de Ladies Night? Het is een geweldig, fantastisch, gezellig evenement. Met allemaal mooie, leuke, lieve, gezellige dames om me heen. Dus ik kan me geen beter gezelschap wensen deze avond. Dat begrijp je natuurlijk wel. En ja, het zegt iets over het gezellige Bergijk natuurlijk. Want het is hier altijd één groot feest. Gezellig, leuk, altijd wat te doen. Never a dull moment, zou ik willen zeggen. En ik zag je er straks rijden op die kameel. Hoe ben je er zo bij gekomen om op een kameel naar deze Ladies Night te komen? Ja, we organiseren dit jaar de Ladies Night. Weer in een ander thema dan andere jaren. Inmiddels voor de vierde keer. Iedere keer weer anders, maar iedere keer verrassend. Dit jaar in het thema 1001 Nacht. Nou, en kijk om je heen wat alle standhouders en iedereen ermee gedaan heeft. Het is echt knalgezellig en fantastisch. Ik heb er anders geen woorden voor. En voor al die dames die ons nu op tv zien, maar niet zijn geweest. Heb je voor hun nog een advies voor volgend jaar? Jazeker, jazeker. Dit wil je gewoon niet missen. Volgend jaar, het jaar erop enzovoort. Ik zou zeggen, kom naar Bergijk, overtuig jezelf en geniet een feest gezellig mee. En is de Sjeik een beetje aardig voor jullie? Altijd, hè. Mooi, dankjewel. Hoe vind je het hier op de Ladies Night in Bergijk? Geweldig. Fantastisch. En wat vind jij zo leuk aan deze avond? Dat het eigenlijk alleen voor vrouwen bedoeld is. Dat we met de dames een keer lekker op stap kunnen. En dat er gewoon heel veel leuke vrouwen dingetjes zijn. En is dit dan de eerste keer dat je hier bent? Nee, ik ben alle keren al geweest. En ik vind de aankleding dit jaar wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Ondanks het weer dat er ook zoveel mensen zijn. Super. En heb je al heel wat kraampjes gezien? We zijn halverwege. En wat is je tot nu toe het meest bijgebleven? De sieraden. De sieraden. Echt zo'n ding voor vrouwen. En het interview natuurlijk, hè. Het thema van dit jaar van de Ladies Night is 1001 Nacht. En ik sta nu naast een van de sultans die is neergestreken in Bergijk. Waarom heeft u toevallig Bergijk dit jaar uitgekozen? Ik hoorde een leuke avond in Bergijk, Ladies Night. Veel mooie vrouwen overal. Dus vandaar. En is dat nou vermoeiend om zo de hele tijd te blijven zweven? Het gaat vanzelf. Het is een soort gave van u, begrijp ik. Goed oefenen, jaren oefenen. Dus jaren oefenen. Ja, en wel eens. En hoe lang heeft u moeten vliegen om hier te komen? Hoe lang heb ik moeten vliegen? Nou, dat is toch een paar uur geweest. Een paar uur vliegen. Nou, dank u wel. Ik wens u nog een hele fijne avond. Dank u wel. Ik begrijp dat ik te maken heb met twee vaste bezoeksters van de Ladies Night. Hoe vinden jullie het dit jaar? Hartstikke leuk. Leuk thema. Ieder jaar maar een beetje anders. Ik was er vorig jaar niet bij. Neem me niet kwalijk. Maar mijn lieve vriendin hier, die was er vorig jaar wel bij. En dat was een van de prijswinnaars van vorig jaar. Ja,
Nou, het is niet te vergelijken met vorig jaar. Toen was het heel anders, hadden we ook mooier weer. Maar ik vind het fantastisch. Er komen heel veel vrouwen op af. En iedereen is vrolijk. Er zijn heel veel leuke dingen. Het ruikt hier vaak lekker op heel veel plekken. Naar die lekkere wierook of die andere dingen. Ik vind het heel gezellig. Dus goed voor bereik, begrijp ik. Mevrouw, wat vindt u zo leuk aan de Ladies Night in Bergijk? Al die kraampjes bij elkaar, gezellig samen zijn. Gezellig. En bent u al vaker geweest naar deze markt? Ja, vorig jaar ook, want toen was het veel beter weer. Ja, het regent wel. En waar verheugt u zich nou het meest op als u zo naar zo'n markt toe gaat? Gezellig samen, dat je iedere keer bekende mensen zijn, gezellig praten, alles bij elkaar, of leuke dingen zien. Zou u kunnen vertellen wat deze dames bij u aan het doen zijn? Deze dames hebben de randen laten wassen met een 100% natuurzuivere body scrub. Met dode zeezout en koud geperste olie. 100% natuurzuiver en biologisch. En helpt dat dan ook? Jazeker helpt het ook. Mensen hebben geen idee wat ze op zijn huid smeren. Deze producten zijn zonder synthetische toevoegingen, zonder parabenen, zonder geur, kleur of smaakstoffen, helemaal 100% natuurzuiver. Wij zeggen altijd, wat je niet kunt eten, moet je ook niet op je huid smeren. En dit is dan typisch zoiets wat je kunt aantreffen op de Ladies Night in Bergijk? Ja, natuurlijk. Uiterst geschikt voor psoriasishuid, eczeemhuid, droge huid, de oudere huid. Ja, lekker. Lekker verwennerij hier op de Ladies Night. Waarom zijn jullie naar de Ladies Night in Bergijk gekomen? Ja, wij wonen in Westroven en vrijdagavond. Waarom niet even kijken? En is dit de eerste keer dat u er bent? Nee, de derde keer. En hoe bent u op het idee gekomen om weer te komen? Was het aan de andere jaren ook al iets wat u aantrok? Ja, de gezelligheid. En toen was het heel mooi weer. De afgelopen twee keren was het heel mooi weer om lekker op het terras te gaan zitten. Ja, het. En vandaag is het iets minder, begrijp ik. Maar toch komen we. Ja, toch even kijken. En wat vindt u dan tot nu toe de leukste kraam die u heeft gezien? We hebben nog niet alles gehad, dus dat kunnen we nog niet zeggen. Nee, maar wel al een paar. Een schot voor de boeg, laten we het zo zeggen. Ja. Dat moet ik zeggen. Jenny van Gompel. Met. Jenny van Golm. Ja. En wat heeft die wat u zo aanspreekt? Nou, die had hele leuke fotohangers en fotoarmbanden en dat sprak me wel aan. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier verder, dankjewel. Zover ons bezoek aan de Ladies Night in Bergijk. Een evenement waar ieder jaar zoveel vrouwen naartoe komen voor zoveel lol. Ik neem nog een slokje van mijn thee en ik zou zeggen, kom volgend jaar ook.